We gaan naar Oekraïne, want er zijn grote wisselingen in de Oekraïnse politieke top. De helft van de zittende ministers wordt vervangen. Het is de grootste wisseling sinds de Russische invasie. Onder andere de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, staat op de lijst. En ook de minister van Strategische Industrie kan op zoek naar een andere baan. Volgens president Zelensky zelf is Oekraïne toe aan nieuwe energie. En zijn deze stappen, quote, uitsluitend gericht op het versterken van de staat. Nou, zien we hier een strategisch masterplan van Zelensky? Of gaat het vooral om paniekvoetbal? Dat vraag ik aan Chris Colijn, onze correspondent in Oekraïne. En aan Ron Keller, oud-diplomaat in onder andere Oekraïne en Rusland. Welkom beiden. Dank je. Goedemiddag, Mark. Chris, op papier lezen we, hebben de politici zelf ontslag genomen. Maar is dit ook echt vrijwillig? Nou, niet helemaal. Zo gaat het in Oekraïne vaker. Je neemt ontslag nadat je eigenlijk van de top hebt gehoord dat je weg moet. En dat er een nieuw plan is. Dus helemaal vrijwillig is het niet. En wie vertrekken er allemaal? Want Kuleba van Buitenlandse Zaken, die hebben we goed leren kennen tijdens deze oorlog. Maar wat zijn de belangrijkste namen? Ja, naast Kuleba is denk ik de belangrijkste Alexander Kamishin. Hij is minister van Strategische Industrie. En dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de wapenproductie in Oekraïne. En dat helemaal inrichten, wat een enorme taak is. En dat deed hij eigenlijk best wel goed. Daar hoorde je hele positieve verhalen over. Dus dat hij weggaat is opvallend. Maar hij wordt eigenlijk weggepromoveerd, naar het schijnt. Krijgt hij nog een nieuwe post. Ron Keller, ja, al die wisselingen, meer dan de helft of de helft. Hoe komt dat op u over? Ja, dat komt over als een flinke verschuiving in het kabinet. En dat is ook eigenlijk wel misschien niet zo onvoorspelbaar. Het kabinet, zoals dat er nu zit, heeft weliswaar de afgelopen jaren een paar wisselingen gehad. Maar is eigenlijk relatief constante club geweest. Dus ja, je zou bijna zeggen, na een aantal jaren is het wellicht een goed idee om eens een frisse wind door het kabinet te halen. Al is het maar dat Oekraïne door die oorlog ook geen zicht heeft op normale verkiezingen en normale, zeg maar, vervanging van kabinetsleden. Dus dan is het misschien geen slecht idee om dat met een groepje te doen. Al is het maar dat je dan ook gelijktijdig begint met een nieuw stel ministers die dan een team spirit kunnen opbouwen. Dus ik zie ook wel voordelen in het feit dat je het met een groep doet. Maar ja, er zijn ook risico's. Dat heeft te maken met het feit dat nieuwe mensen moeten ingewerkt worden. De chemie tussen die mensen moet zich weer settelen. Heel vaak gaat het zo, ik heb dat zelf in Den Haag ook gezien, dat als ministeries worden verschoven, niet alleen nieuwe ministers, maar ook dat er herschikkingen komen in de competentie van ministeries. Dat is ook een deel van het pakket dat Zelensky nu uitvoert. Ja, dan krijg je allerlei gedoe tussen ambtenaren en tussen directies die elkaar bevechten. Dus er zit ook wel een risico op negatieve energie in het geheel. Ja, en je zei het al, er zijn geen verkiezingen geweest. Doet dit dus op eigen houtje. Ja, dat klopt. Hij moet wel toestemming krijgen van het parlement. Ook in Oekraïne, net als in Nederland, moet uiteindelijk het parlement met een regering en met een kabinet kunnen leven. Dus het parlement praat daarover mee en denkt daarover door. Dus op zichzelf is het niet het is geen beslissing van Zelensky helemaal single-handed. Maar het is een risico dat hij neemt. Ja. Omdat er frisse wind kan waaien. Maar er kan dus ook, kijk, neem nou Kuleba. Ik kan niet goed inschatten, hoor, waarom hij weg zou gaan. Hij heeft zelf ontslag genomen. Dat is meer pro forma, denk ik. Want hij maakt op mij tot de dag van vandaag een zeer gemotiveerde indruk. Man is uitermate betrokken, uitermate competent. Hij is heel erg, ik ben er zeggen, geliefd. In het buitenland doet gewoon zijn werk, denk ik, heel goed. Nou, probeer daar maar eens een goede vervanger voor te vinden. En dat is wel je uithangbord, dus er zijn wel risico's. En Chris Colijn, Zelensky zegt, ik zoek nieuwe energie. Oorlog, dat is slopend. Is er sprake van metaalmoeheid? Is het gewoon een beetje het team, de wisselspelers inzetten?
Ja, aan de ene kant wel. Dus ja, je kan je voorstellen na zo'n lange tijd oorlog. Het zijn hele zware banen. En na die tijd wil je ook wel eens wat veranderingen. En frisse wind, zoals Zelensky het ook zegt. Tegelijkertijd wil Zelensky ook aan het publiek laten zien, aan het Oekraïense volk, van hey, we kunnen geen verkiezingen houden nu, maar er komen wel degelijk andere mensen nu aan de macht. Het zijn niet steeds dezelfde mensen. En daaraan toegevoegd heeft Zelensky nu heel erg behoefte aan technocraten die zijn ideeën uit gaan voeren. Die het land nu gaan leiden door een hele moeilijke winter die er ook gaat aankomen. Ja. En dat zegt Zelensky ook. Die winter wordt heel erg zwaar en echt cruciaal voor de toekomst van Oekraïne. Dus het heeft ook te maken met hoe Oekraïne er aan het front voor staat, of sowieso in de hele oorlog met Rusland? Ja, in de hele oorlog met Rusland. Dus zowel aan het front als daarachter. Dus het gaat erom dat je wapenproductie voor de lange termijn op orde is. En dat je daar geld voor aantrekt. Het gaat erom dat je energiesysteem weerbaar is tegen de Russische aanvallen die we de afgelopen weken weer hebben gezien. Het zijn allemaal facetten. De economie moet blijven draaien. Dat zijn allemaal hele zware taken. En Zelensky heeft een visie vanuit zijn presidentiële administratie. En die visie moet nu worden uitgevoerd door deze eigenlijk technocraten. Maar Ron Keller, je zou ook kunnen zeggen, ja, juist in zo'n zware tijd, met zo'n zware winter die er nog aankomt, dan heb je iedereen met ervaring en iedereen die door schade en schande wijs is geworden de afgelopen 2,5 jaar juist nodig. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Naar verluid gaat een aantal, zeg maar, topambtenaren schuift door en wordt minister, dus die brengen dan hun kennis mee op het hogere niveau, dus dat zou goed nieuws zijn. Maar het is waar, er gaat ook enige kennis verloren en dat is dus een extra risico. Het is altijd een afweging wat je moet doen. Ik denk dat die onzekerheid die het met zich meebrengt, ja, die moet je ook niet onderschatten, want het front in Donbass kraakt al, die invasie van dat stukje Rusland is eigenlijk blijven hangen en heeft niet het effect gehad op Rusland dat het zou moeten hebben. In het Westen is de verdeeldheid over hoe om te gaan met die oorlog eerder aan het toenemen dan aan het afnemen. Je ziet discussies over welke wapens voor welk doel moeten worden gebruikt, wel of niet Russische vliegvelden beschieten of niet. Trump en ook zijn plaatsvervanger, beoogde plaatsvervanger, hebben alweer uitspraken gedaan. We stoppen met steun. Dus dat is allemaal onzekerheid. En dan krijg je deze onzekerheid er ook nog bij. Het kan uiteindelijk, Als Zelensky een goede hand heeft en als het team zich hecht vormt, kan het de eenheid van beleid bevorderen. Past ook een beetje, dat zei de correspondent net ook al, past een beetje in de bestuurscultuur van Oekraïne. Hè? De president is de baas, die leidt. En daar moet absoluut loyaliteit naar de baas zijn. Maar het risico daarvan is wel, als je zo'n cultuur al hebt als Oekraïne en dan ook nog nu zo vlak voor die winter en in die onzekere situatie gaat wisselen, dat je een aantal ja-knikkers om je heen krijgt. En dat is denk ik waar Oekraïne geen belang bij heeft. Nee, maar kan het dus echt een gamechanger zijn, zo'n nieuwe ministersploeg? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat uiteindelijk wat er aan het front gebeurt belangrijker is. En ik denk dat het allerbelangrijkste voor Oekraïne is dat wij in het Westen met veel meer eenheid Oekraïne steunen, veel meer duidelijke boodschappen aan Poetin geven, dat we ook veel meer bezig zijn met Oekraïne samen natuurlijk om andere landen ook druk op Rusland te laten uitoefenen. Daar kunnen we nog veel meer aan doen. Dat gaat meer impact hebben dan een aantal poppetjes vervangen. Chris, ja, Zelensky zelf dan, die heeft zichzelf niet gewisseld. Nee, dat gaat hij voorlopig niet doen. Nee, staat zijn positie wel ter discussie in Oekraïne? Nou, niet echt. In principe is nog een meerderheid wel voor Zelensky, vindt dat hij moet blijven. Dat is deels omdat hij het oké doet, maar deels ook omdat er op dit moment geen alternatief is. Verkiezingen zijn gewoon niet mogelijk. Zelensky stelt zichzelf in dienst van het volk en totdat de oorlog voorbij is of er een of ander bestand is hij gewoon de commander-in-chief. En dat accepteren mensen. Dus in die zin is er geen discussie. Wel zijn er wat vraagtekens over zulke personeelswisselingen als we vandaag zien. Want ja, Zelensky neemt de besluiten zonder al te veel uitleg. Ja. En dat voelt niet heel democratisch. Nee. Kabinet in oorlog. Morgen horen we waarschijnlijk dan wie de nieuwe ministers worden. Dank voor nu, Oekraïne-correspondent Chris Colijn en vaste gast bij Internationale Zaken, Ron Keller.